Het is in de afloop van de wedstrijd Groningen tegen Nijmegen met de coach van Nijmegen, Matthijs Brouwer. Matthijs, jullie winnen hier met 0-3. Dat lijkt me een lekkere overwinning. Absoluut. Vorige week 1-1 tegen Kampong en vandaag 0-3 tegen Groningen. En ik denk dat hier een hele trotse coach staat. Overwinning terecht? Meer dan terecht. Ik denk dat we vandaag 75% van de duels hebben gewonnen. En, ja, ik hou van, niet van statistieken, maar als je 75% van je duelletjes aanvallend en verdedigend wint, win je 9 van de 10 keer de wedstrijd. Ja, ik merkte het begin aan de coaching van je. Je had één missie, de bovenop vanaf het begin. Ja, maar dat is altijd onze missie. Of het nou Groningen is, of het nou Den Bosch is, of het nou Stichtse is, of het Amsterdam is, of het nou Bloemendaal is. Dat vinden de meiden vinden dat prettig. Die voelen zich fijn als het gewoon daarvoor gebeurt. En ik denk dat we na 60 seconden met 1 naar voren hadden moeten staan. Dat was een levensgrote mogelijkheid en uiteindelijk viel die iets later en vielen er nog 2 achteraan. Dus supermooi. En jullie hadden een vrij lastige start voor de competitie met bijna alle ploegen die in ieder geval voorseizoen bovenin eindigden. Dan haal je lange tijd geen punten. Hoe slaag je erin om toch die ploeg gemotiveerd te houden? Je kan zeggen dat het een lastige start is. Het is voor mij als coach ook, ik heb het omgedraaid. Ik heb gezegd van jongens, we gaan naar de hoofdklasse en uiteindelijk hebben we een hele moeilijke start. Maar die start geeft ons ook de mogelijkheid om gewoon te groeien in het proces en te groeien richting de finale fase. En die finale fase die is nu aangebroken. En ik heb ook gezegd van ja, vandaag hebben we 3 punten. En we hebben nog heel veel mogelijkheden om de komende 4 wedstrijden nog heel veel punten erbij te sprokkelen. Je hebt nu een eerste aantal tegenstanders gehad. Hoe schat je jullie in ten opzichte van de concurrentie? Ja, eigenlijk boeit me dat niet zo. Mijn insteek als coach is, elke wedstrijd zijn er 3 punten te halen. Dus ik heb voor dit seizoen ook gezegd, we kunnen 66 punten halen. En we hebben er nu 4. En we hebben nog 4 wedstrijden te gaan voor het einde van de eerste helft. Dus we kunnen nog 12 punten halen en elke wedstrijd gaan we voor 3. En dat is de insteek. Het is soms geloof ik nog een kleine 200 kilometer terug. Dat is toch lekkerder met 0-3, denk ik. Ja, we kunnen niet douchen. Dus ik ben blij dat ik niet in die bus zit. Want ik denk dat het redelijk een meurzorg gaat worden. Maar ik denk dat het hartstikke leuk is. Het programma voor deze week zal ook wat relaxter zijn. Heb ik van tevoren ook heel duidelijk aangegeven. 3 punten moeten we vieren. En dit zijn de eerste 3 punten volgens mij in 19, misschien 20 hoofdklassenwedstrijd. En ze hebben deze week wat extra rust verdiend.